is mijn communicatie, beeld en taal voor iedereen herkenbaar en toegankelijk? Omdat onze samenleving diverser wordt en wij zijn allemaal samen met elkaar verbonden. Wij vinden dat iedereen mee moet. Inclusieve communicatie zorgt ervoor dat iedereen, welke doelgroep dan ook, zich aangesproken voelt, zich herkenbaar voelt en op die manier dezelfde kansen krijgt. Die manier van communiceren zorgt ervoor dat die diverse groepen mensen je boodschap niet alleen ontvangen, maar dat ze er ook positief op reageren. Als lokale overheid volg je ook het Vlaamse bestuursdecreet en daarin staat een uitgebreid artikel over de kwaliteitsnormen voor overheidscommunicatie. En dat vermeldt heel uitdrukkelijk dat communicatie ook van lokale overheden laagdrempelig moet zijn, makkelijk te vinden, klare taal, gericht ook op diversiteit aan doelgroepen. Dus het moet gewoon. De informatie die daar gegeven wordt, moet helder en duidelijk zijn voor iedereen. Maar uiteraard is het ook gewoon ten tweede dan principieel belangrijk. Principieel betekent toch ook wel dat je uiteindelijk als lokale overheid je niet wilt beperken tot het laaghangend fruit, maar dat je echt ervoor wilt zorgen dat binnen je gemeente iedereen ook wel mee is. Dus inclusief communiceren helpt om die toegankelijkheid van de dienstverlening te verhogen, zodat mensen ook in staat zijn om beter aan hun rechten te komen. Doe als lokale overheid minstens één keer per jaar de oefening waarbij dat je al je gedrukte, je digitale kanalen open hebt, bij je hebt en je daar eens een goede screening van doet op hoe inclusief dat die communicatieproducten zijn. Schrijf niet de ambtenarees, keep it simple en spreek iedereen op een correcte manier aan. Zorgen voor een diverse beeldbank, dat wil zeggen, het is altijd mooi als je beelden kan toevoegen aan je boodschap, maar je moet altijd zorgen voor herkenbaarheid, dat begrijpelijk, maar ook realistische beelden zijn, zodat mensen zich weer aangesproken voelen. Snel genoeg naar de doelgroep gaan. Testen met de doelgroep. Op zoek gaan naar inzichten die je bij de doelgroep zelf gaat zoeken.